Hoi, ik ben Selina en werk op de Lidl als activiteitenbegeleider. In dit filmpje ga ik jullie uitleg geven over een activiteit die ik geef, namelijk RGM. RGM, oftewel de Ronnie Gardner methode, is ontwikkeld om je brein in beweging te brengen. Het is een vrolijke, gestructureerde, multisensorische oefenmethode voor de hersenen. Door gebruik te maken van ritme en muziek worden beweging, spraak en de cognitie gestimuleerd. Hierdoor zijn er verschillende hersengebieden tegelijkertijd actief, waardoor de conditie van de hersenen wordt verbeterd. Het idee van het logo van RGM is dat je linkerhemisfeer verantwoordelijk is voor de aansturing van je rechterzijde en je rechterhemisfeer voor je linkerzijde. Hierbij zijn de kleuren rood en blauw ook belangrijk, maar hierover straks meer. De Ronnie Gardner methode is ontwikkeld door Ronnie Gardner. Ronnie Gardner is een succesvolle jazzdrummer. Hij speelde onder andere samen met Gary Mulligan en Benny Carter. Een persoonlijke tragedie in 1980 heeft hem doen besluiten om zijn talent op een andere manier in te gaan zetten. Na veel onderzoek en gesprekken met deskundigen heeft hij zijn oefenmethode ontwikkeld. De woorden die Ronnie gebruikt in deze oefenmethode is afgeleid van de geluiden van een drumstel. Nou, laten we het woord bij het daad voeren. Normaal gesproken maken we een oefening op muziek, maar voor nu gaan we het even op een metronoom proberen. Let goed op. Hier zie je 5 symbolen. Je hebt de bang. Je gebruikt alle 2 je handen op je schoot. Dus dan heb je de bang. Hier heb je de big. Dan gebruik je je linkerzijde. Hand en voeten gelijk. En dan doe je de big. Je hebt de klap. Dat zijn de 2 handen op elkaar. Je hebt de toom. Dat is je rechterzijde. Ook weer hand en voeten gelijk. Dat is de toom. En de laatste, dan heb je de chom en dat zijn de 2 voeten. Wat je doet, je laat je hielen op de grond staan en je beweegt alleen de tenen. Dat is de chom. Let goed op, terwijl je het zegt, voer je ook de beweging uit. Dus je hebt de bang, je hebt de wik, je hebt de klap, je hebt de toom en je hebt de voeten, namelijk de chom. We gaan een oefening van 4 tellen maken. We beginnen makkelijk. Namelijk klap, bang, klap, rust. Ik zal hem nog een keer herhalen. Klap, bang, klap, rust. Dit voer je achter elkaar uit op de maat van de metronoom. Ik tel altijd 2 keer 4 tellen van tevoren af. En dan gaan we hem uitvoeren. Nog even zonder metronoom. Wat je dus doet. Bang, klap, klap, bang, klap, klap, bang, klap. Op de metronoom, daar gaan we. Eén, twee, drie, vier, twee, drie, vier. Klap, bang, klap, klap, bang, klap. Bang, klap. Klap, bang, klap. Ga maar door. Klap, bang, klap. Klap, bang, klap. Klap, bang, klap. Klap, bang, klap. Laatste keer. Klap, bang, klap. Hopelijk ging dit goed. Laten we nu een wat moeilijkere oefening proberen. Wat we gaan doen is het volgende. Big, toom, rust, chom. Dus wat je doet. Big, toom, rust, chom. Big, toom, rust, chom. Big, toom, rust, chom. Rustig aan, we gaan het weer op de metronoom doen. Let er goed op. Big is je linkerzijde en toom is je rechterzijde.
2, 3, 4, 2, 2, 3, 4. Big, toom, chom. 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 Naaste. Heel goed. En zo kunnen we nog uren doorgaan. Door tempo te veranderen of door verschillende bewegingen te gebruiken, kan je het zo moeilijk en zo makkelijk maken als dat je zelf wil. Of door het op de muziek te doen, kan je het naar ieder smaak kan je het aanpassen. Nou, dit was mijn uitleg over RGM. Hopelijk vond je het leuk en wie weet zie ik je een keer in mijn activiteit. Tot volgende keer!